En de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, Patrick Pengel, heeft vandaag de projecten bezocht die momenteel in uitvoering zijn. Deze projecten zijn de rehabilitatie van de Mangolaan van Rooseveltkade en de President da Costa-laan. De werkzaamheden zijn onderdeel van het Dalian-project en zullen volgens planning binnen 5 maanden afgerond moeten zijn. Een deel van de werkzaamheden met betrekking tot de afwatering, inclusief het rioleringssysteem en de asfaltering van de Mangolaan, wordt aan beide kanten van de weg uitgevoerd door Kuldeep Singh NV. Aan één zijde van de weg wordt er een voetpad aangelegd. Bij de President da Costa-laan moet het afwateringsprobleem worden opgelost. Voorts moeten de rioleringen, inspectieputten en huisaansluitingen aangepakt worden. De President da Costa-laan behoort tot één van de belangrijkste verbindingsweg tussen de Wilhelminastraat en de Grote Combiweg. Na het herstellen van het rioleringssysteem zal de straat verbreed worden, waardoor er meer parkeerruimte gecreëerd zal worden voor zowel de buurtbewoners als voor de toeristen.